Fietsen in de kleine straten van het Arnhemse centrum blijft formeel verboden, maar wordt voortaan wel gedoogd. Wie er rijdt en zich niet misdraagt, krijgt ook geen boete meer. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Bakkerstraat en een deel van de Koningsstraat aan de stadhuiszijde. De klachten over het bekeuren van fietsers liepen erg hoog op in de laatste maanden. Ja, ik wil graag de klant met de fietstas voor de deur. Dat wilde ik eigenlijk al jaren. En 15 jaar is het gedoogd dat de klanten hier konden fietsen. Maar tegenwoordig doen ze handhaven. En het is nu zo erg dat ze gewoon bij mij voor de winkel staan. Tot de klant wat heeft gekocht, met de fiets wil springen. En dan maar de wijze dwingetje zeggen van, wilt u afstappen, u mag hier niet fietsen. Aanleiding voor de gemeente Arnhem om zich hierover te buigen was het burgerinitiatief. Dat de bakkersvrouw José van der Meijden vorig jaar met behulp van zo'n 300 medestanders had gelanceerd. De stad is natuurlijk veranderd in de loop van de tijden. Vroeger hadden wij klant met de auto voor de deur. Dat is ook weg. Het gele reisplein is afgesloten. Daar hadden wij natuurlijk vroeger ook klanten die aan de auto parkeerden. Dus dat hebben we ook niet meer. Dus nu ga je vindenrijk worden, want ze moeten wel kunnen komen. Het is toch heerlijk als iemand vier broden bij mij haalt en doet het in de fietstas. José van der Meijden vroeg dus het fietsen in een aantal kleine straten formeel toe te staan. Oud-minister Jacqueline Kramer was een van de Arnhemmers die het verzoek van José van der Meijden ondersteunde. Voldoende reden voor het Arnhemse College van Burgemeester en Wethouders om afgelopen dinsdag te besluiten dat er vanaf dit moment weer gefietst mag worden. De politie knijpt een oogje dicht in het vervolg.